Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veen seizoen 3. Wat spannend! Ik zit hier vandaag op mijn piertje of op mijn strandje hier met Robin. Alleen die zit naar de kokosnoten in de boom te kijken. Ik denk dat Robin verliefd is op de kokosnoten. Maar goed jongens, ik heb een hele drukke en leuke planning vandaag voor jullie. Het heeft met bouwen te maken. Het heeft met bijen te maken. En het heeft met de Ender Dragon te maken. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, wil ik jullie eerst een brief laten zien van, ja jongens, het WNF. Oftewel, Wereld Natuur Fonds, volgens mij. Daar gaat hij, belangrijk bericht. Beste meneer Knalnut, laat ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is WNF de Grote. Ik heb een entree gemaakt, omdat wij grote zorgen hebben over de gemoedstoestand van sommige dieren die u in het bezit heeft. Wij hebben geconstateerd dat u een aantal bijen heeft gebruikt voor een geautomatiseerd proces voor de heerlijke honing die deze bijen produceren. Wat een dure woorden allemaal, jongens. Ook zien wij dat er een aantal dierenhokken binnen uw basis gemaakt zijn. En deze verblijven voldoen totaal niet aan de minimale eisen die WNF heeft bedacht. JMG! Wij hopen dat u dit dan ook zeer serieus neemt. En dat u dit direct zal gaan aanpassen. Hoezo direct zal gaan aanpassen? Waar slaat dat nou weer op? Ik heb een bijenfarm gemaakt en voor de rest heb ik niet eens dieren. Ja, naast het feit dat Harry misschien in zijn kooi opgesloten zit. En ik heb het idee, jongens, dat het WNF daadwerkelijk Robin is, die me hier nu in de gaten aan het houden is. Dan ben jij er, Robin, jawel. Kan je nee schudden, dan ben je wel. Ik hoop dat deze zorgen op een juiste manier op u overkomen en dat u direct vervolgstappen neemt. Indien u dit niet heeft gedaan binnen 7 dagen, zal er een aanmaning op uw deurmat vallen en zult u een betaling moeten doen. Oftewel, jongens, zodra ik niet mijn bijen een beter leven geef, zodra ik niet mijn andere dieren een beter leven geef, dan komt er een boete en dan worden waarschijnlijk de dieren afgenomen of zo. Ik heb geen idee. Ik ben een piraat. Natuurlijk ga ik dat niet doen. Ik ga de dieren nog een slechter leven geven. Hoor je dat, Robin? Ze krijgen het nog slechter. Jawel. Mijn honingfarm werkt wel goed, jongens. Maar goed, weet je, dan denk je, deze bijen hebben het slecht. Hè? Dat snap ik enigszins in een klein hokje dat ze hebben hier. Maar ik joinde de server. Ik dacht, ik ga even wat dingetjes voorbereiden voor mijn video. En ik denk, waarom vliegt hier nou een bijtje? En ik denk, er vliegen er 2. Ik draai me om en ik zie er daar nog geen vliegen. Dus ik loop vervolgens omhoog. Kom in deze ruimte hier. En het stikt hier vervolgens van de bijen. Iemand heeft mijn basis helemaal volgepropt met bijen. En ik denk niet dat het WNF dit gedaan heeft. Maar ik weet niet wie dit wel heeft gedaan. Wie? Oh, wie? Heeft er 100 bijen in mijn basis in mijn boot gegooid? Oh mijn god, het zijn er zo belachelijk veel, jongens. Het zijn er zo belachelijk veel. Wat moet ik hiermee doen? Als ik er 1 keer sla, worden ze allemaal boos. Dan gaan ze allemaal dood. Ik weet niet wat ik moet doen. Oké, jongens. Dus terwijl ik dingen wil gaan bouwen, waarschijnlijk de Ender Dragon wil verslaan deze video. En de nieuwe winkel moet aanvullen, moet ik ook nog dit bijenprobleem en het WNF oplossen. Het slaat helemaal nergens op. Weet je wat ik ga doen, jongens? Ik heb een idee. Ik ga iets proberen. Ik weet niet of het gaat werken, maar ik wil iets proberen. Ik duw hier een bloemetje in mijn hand. Dan kijk ik hoeveel bijtjes mij gaan volgen. Oh, dit gaat zo'n slecht idee zijn. Oh, dit gaat een slecht idee worden, jongens. Oh, de bijen hebben mijn aandacht. Help! Oh, ik heb alle aandacht van de bijen. Kom maar, jongens. Allemaal hier. Allemaal. Dan gaan we hier eruit klimmen. Met z'n allen. En dan gooi ik de luik. Dan gooi ik voor jullie open. Kom maar eruit. Allemaal. Oh, god. Oh, nee. Oh, god. Ik heb de aandacht verloren. Ik ben de aandacht kwijt. Ik ben per ongeluk gaan breeden. Kom maar, jongens. Allemaal omhoog. Omhoog. Omhoog, 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 omhoog. Kom maar mee, jongens. We gaan langzaam gaan. Oh, dit is echt vreselijk. Dit is echt vreselijk. Oh, jullie kunnen niet tegen water. Pas op, jongens. Niet in het water zwemmen. Oké. Als ik jullie nou allemaal eventjes mee naar binnen hier neem. Als jullie dat kunnen. Kom maar gewoon allemaal naar binnen hier. Kom maar. Kom maar. Niks aan de hand. Niks aan het handje. Hierheen. Zo. Hier, dan gooi ik daar een bloemetje voor jullie neer. Hoppakee, blijf hier. Kom maar naar binnen, jongens. Kom maar. Kom, 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 kom. Het is helemaal veilig binnen. Het is helemaal veilig binnen. Daar gaan ze, jongens. Ze gaan allemaal naar binnen. Oké, volgens mij is merendeels wel binnen. Oh, ze blijven binnenkomen. Zo, ik denk dat ik merendeels naar binnen heb gestuurd. Hoppakee, dan doen we de deuren weer dicht. Jullie gezinnetje hier mag wel buiten blijven. En, oh mijn god, er vliegen overal bijen. Het is echt vreselijk. Weet je, jongens, deze bijen die geef ik een vrij leven. En ze mogen doen wat ze willen. Ik heb binnen nu genoeg bijtjes hier. Daar gaan we later wat mee doen. En desnoods zat ik een piratenoorlog met het WNF als ze dit willen. Ik ga ze echt niet betalen. Oh, dit is wel heel dichtbij. Ik ga ze echt niet betalen. En ik hoop dat deze bijen die nog over zijn hier binnen slim genoeg zijn op een gegeven moment zelf weg te gaan. Maar ik betwijfel dat. Dus ik ga kijken hoeveel ik er nog naar buiten kan lokken. En dan mogen ze wat mij betreft helemaal vrij rondvliegen. Maar ik ben wel benieuwd wie dit gedaan heeft. Wie is zeg maar de aanstichter van deze bijenzwerm in mijn boot? Hier. Wees vrij, jongens. Wees vrij om te zijn wie jullie willen zijn.
Oké, maar genoeg over bijen, jongens. Laten wij heel even naar het winkeleiland gaan. Of nou... Oké, jongens, genoeg over bijen. Laten wij even naar de winkelvallei gaan. Want ik hoorde van Floor dat ze deze keer wel de bijenwinkel heeft ingericht. Hartstikke leuk natuurlijk. Kijk, daar zijn we, jongens. Oké. Hé, wacht eens even. Er staat alleen welkom. We moeten wel een naam hebben. Welkom bij de honingwinkel. Zo, welkom bij de honingwinkel. Laten we even kijken, jongens. Ik zei genoeg over bijen. Vervolgens ga ik naar nog meer bijen toe. We verkopen hier honing. 16 stuks voor 1 dia. Mensen hebben nog niet gekocht. Zit wel lekker vol. We verkopen hier candles. 16 stuks voor 1 diamond. We verkopen honingbloks. Alleen die zijn natuurlijk wat moeilijker om te maken. Dus die hebben we iets minder. Honeycombs verkopen we. Ook mooi. We verkopen hier honingflesjes. Voor als mensen die willen. En tot slot ook nog cobwebs en strings. Oh ja, en we verkopen beehive zelf ook nog eens. Voor decoratie van mensen. Dus deze hoeven we ook niet meer bij te vullen? Wat is dit nou weer? Psst, is het hout op in Max en shop? Haal dan hier je hout vandaan. Wat is dit nou weer voor troep? Wat is dit? Iemand is hout aan het verkopen. Oh, van wie is dit? Van wie is dit? Ik heb een concurrent, jongens. Iemand is me voor. 1 stek hout is 1 diamond. Oh, hij is ook duur. Wat een dure oplichterij is dit. Wie doet dit? Wie is de oplichter? Ik verkoop meer, zie je? Oh, jongens. En mijn hout is ook nog niet op. Mensen kopen mijn hout ook niet. Wat is dit nou? Ben ik weer opgelicht? Groetjes, Sheik. Jij bent het ook gewoon, Robin. Jij bent het. Jongens, dit tolereer ik niet. Het is tijd om hout te hakken. Jongens, we keren terug naar een beetje houthakken. En ik ben erachter gekomen dat dit volgens mij de winkel is van Floor en niet van Robin. Dus er staat hier, psst, is het hout op in Max zijn shop? Haal hier je hout vandaan. Gaan we even vervangen. Kijk dan nog eens. Want het is niet op. En dan zetten we nog een sign hieronder. Of zetten we een sign hier. Dure winkel, troep. Zo. Niet kopen, jongens. Je wordt opgelicht. Het is veel te duur. Dus laten we snel naar mijn winkeltje gaan. Kijk, ik heb hier het spruceout heb ik al helemaal bijgevuld. Dan het oakhout kan ik ook wel weer een beetje bijvullen. Ik denk niet dat oakhout extreem veel gekocht gaat worden. En binnenkort wil ik een automatische farm gaan maken, jongens. Want als het goed is, kan je een automatische houtfarm. Is dat een ding dat je dat kan maken? Dus dat wil ik ook gaan doen. Snap jullie hem? Ook hout ook gaan doen. Maar in ieder geval is de winkel nu weer even bijgevuld. Hartstikke mooi. En dan kan ik ook mangrove hout en zo verkopen. Dat wil namelijk mensen ook nog wel eens hebben. En cherry hout twijfel ik over. Ik denk vooral mangrove. Dat mensen dat willen. Maar aan de bloemen hier te zien ook. En aan de tekst en de streepjes is deze winkel denk ik van Floor. Maar goed jongens. Het is op het moment 6:15 smiddags. Of 's avonds, middags. En om 8:30, 8:00 ongeveer. Gaan we de Ender Dragon verslaan. Maar het enige probleem is. Ik heb nog maar 6 diamonds. En geen diamond armor. Dus laten we even een snelle mind sessie doen. En hopen dat we daar een diamond armor hebben. Kameraden, ik bedoel piraten, ik bedoel matrozen. We zijn klaar met de mindsessie. Ik sta hier weer op mijn boot. En zo te zien zijn letterlijk alle bijtjes verdwenen. Het is echt gewoon alsof iemand ze vermoord heeft. En ik beloof het, dat was ik echt niet. Echt niet. Kapitein Snavel, die heeft het gezien, toch? Ik heb ze niet vermoord, toch? Maar knik nou even ja. Kom. Knik even ja. Je bent ook niks waard, hè? Goed, jongens, de dit is nieuw, wacht al even. Goed, jongens, de buit. Badabim, badaboom. Hoppakee, we hebben heel veel redstone, heel veel lappies. Een beetje goud, een beetje koper, een beetje kool, een beetje ijzer. En voor diamonds zijnde behoorlijk wat diamonds. Dus de buit, mwah,
Perfect. Wat is dit hier? Dit heb ik nog niet gezien. Beste piraat, we hebben gezien dat jij een honingwinkel bent begonnen. Gelukkig heb je ons nodig. De boselfjes. Wij zagen dat je nog wat weinig honing had. Na grondig onderzoek kwamen wij erachter dat dit kwam omdat je te weinig bijen had. We hebben dus gevraagd aan onze trouwe bijeninwoners of ze hierheen wouden verhuizen. Nee. En het leek ze heel leuk. En ik heb ze vrijgelaten en weg laten vliegen. Hier heb je dus wat extra bijen. Zodat je eindelijk een goede voorraad hebt in jouw winkel. Hopelijk ben je hier blij mee. Oh mijn god. En dan heb ik ze vrijgelaten. Jongens. Oh, wat heb ik gedaan? Groetjes de boselfjes. PS, vul je winkel nou eens bij Landpiraat. Zeg me dat die bijen daar... Ik heb wel heel veel bijen daarin gebracht. Oh mijn god. Ik hoop dat die er nog zijn. Ik hoop dat deze er nog zijn. Kijken. 1, 2, ja, deze zijn er nog. Oh, gelukkig. Ik weet niet wat die zombie hier doet. Oké, jongens, gelukkig zijn heel veel bijtjes die ik hier achter heb gelaten, zijn er gewoon nog. Ik was even bang dat alle bijtjes weg waren. Maar nu hebben we nog wat aan het cadeautje. Ik moet heel veel bijtjes... Ik moet de farm gewoon binnenkort even uitbreiden. Dan kunnen we echt een goede honingfarm creëren. Maar niet belangrijk voor nu. En ik heb echt meer dan de helft heb ik gewoon vrijgelaten. Die is gewoon de wereld gaan verkennen. Sorry, boselfjes. Ik vind het cadeautje wel heel leuk. Maar goed, jongens. Ik heb nog maar heel eventjes voordat we gaan beginnen met de Ender Dragon. Dus, schoenen. Een broek. Een chestplate. En een helm. Benny, de beruchte piratenbaas. Het pad naar de winkelvallei natuurlijk. De O, zo wijze L. Protection, 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 protection. Aqua Infinity. Affinity, sorry. Respiration. Feather Falling. Unbreaking, unbreaking. Unbreaking, unbreaking. Mending, mending, mending. Dat gaat 40 diamond kosten. En ik heb er maar 15 bij me. Heel onhandig. Dus laten wij even 15 erin stoppen. En de andere 25 even snel halen. Die heb ik gelukkig in mijn ender chest zitten. Zo, 25 diamonds bij de ender chest van meneer KB opgehaald. Dat zijn mijn diamonds. Geen zorgen, maar de ender chest staat daar. En die 25 diamonds stoppen we dan mooi hierbij. Hoppakee, 40 diamonds, jongens. En dan hebben we heel veel boekjes. Maar dan ook echt heel veel. En die ga ik bij lange na niet allemaal nu kunnen enchanten. Goed, laten we kijken. Ik wil sowieso protection op alles hebben. Dat is het eerste. En dan zijn de levels op. Ik heb geen levels meer. Oké, blijkbaar kunnen we alleen protection overal opzetten. Voor de rest niet. Ja, nu zijn we een piraat met armor aan. Gouden armor. Ik had eigenlijk gouden armor moeten maken. Oké, jongens. Volgende keer zal ik wel... Volgende keer na de Ender Dragon zal ik wel even de rest gaan enchanten en zo. Ik heb in ieder geval protection erop. Dus we zijn redelijk veilig. Deze boekjes hier moeten allemaal wel nog erop komen. Maar dan moeten we even gaan XP farmen. Is dat allemaal wel goed. Goed, dan wil ik na het gevecht met de Ender Dragon... wil ik hier even gaan bouwen, jongens. Ik heb daar allemaal al blokken klaargezet... zodat we hier gelijk alles af kunnen maken. Een klein biertje maken, weet ik wat. We zien even wat rotsen, we verzinnen wel wat. Maar eerst is het tijd voor de Ender Dragon. Goed. Howdy, cowgirls en andere aanwezigen. Inshallah. Ik heb een zeer geheime missie uitgevoerd naar de Endportal. Geheim. En ik heb hem gevonden... Ik heb appeltjes voor je meegenomen. Dat heb ik expeditie. Niet nodig, maar toch bedankt. Nee, ik wist het toch. Ja, nou, helemaal leuk. De kapitein Knalnut, die zat al 30 dagen te zeuren over shulkerboxen. Ja. Dus het leek mij goed dat we met z'n allen eventjes die Ender Dragon gaan slopen. En dan kunnen jullie daarna voor mij wat shulkerboxen meenemen. Voor jou. Yeah. Ga jij niet mee? Dat ligt eraan. Hoe snel jullie zijn met die draak. We gaan ons best doen, jongens. Je hebt René heeft het bed op de hoofd te zien. Die zijn helemaal klaar. We kunnen altijd slapen ten alle tijden. Oh, dat is wel handig. Nou heb ik deze expeditie uitstekend voorbereid. Ja. En is er zelfs al een pad door de Nether naar de Endportal. Nee, joh. Ik geloof het niet, maar het is echt waar. Oi, 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 zo doen cowboys dat. Dus ik denk, let's go. Cowboys nou, gewoon een water behoefte. Jongens, in een rijtje. Dat is kolonnen. Yes. Zal ik er vast inspringen? Ik denk het wel. Oh. Oh, jongens. Oké, wacht. Ik zet het spawnpoint hier voor iedereen. Hier is een bed. Ga slapen. Ja. Zet je spawnpoint als je doodgaat. Ik heb mijn eigen bed meegenomen. Ik vertrouw die van jou niet zo. Oh ja, maar ik loop wel even heen en weer, want ik heb een shortcut. Set. Ik heb nog een random blokken. Wie heeft mij blokken gegeven? Wie gaan we zo meteen als eerste opofferen? Ja, wie wordt er opgeofferd en die gaat kijken of het veilig is? We gaan niet tegelijk allemaal, jongens. Nu vast. Als we tegelijk gaan, vallen we eraf en gaan we dood. Ik zie het alweer. Ik ga wel live reporter spelen. Ja, is goed, Justin. Wil iemand nog wat zeggen voordat ik dat laatste oog erin douw? Nee. Justin wilde heel graag wat zeggen. Ja, we gaan dood. Oké. Okay. Jij gaat dood, toch? Dat was toch het... Ja, maar we hebben net afgesproken, toch? Oké, er komt mensen. Ja, wacht, wat wil je wensen? Ik wens dat Justin ooit weer eens wat gaat uploaden. Helaas. Gaat denk niet uit. Dat die wens uitkomt. Ik wens dat Robin's wens niet uitkomt. Wow. Zo.
Dat is allemaal heat. Allemaal heat. Oké, komt ie. Oh, springen! Maar niet allemaal voorbij. Justin, kom, wij gaan samen. Wij zijn de noobs. Kom. Nee, nee! Oh. Het is veilig. Komt u maar. Oh! Oké, ik ga ook. Ik maak een gang. Moet ik shift inhouden? Oh, oh, nee. Oh, 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 er is niks aan de pet. Oké, jongens, pak de dingen. Ik heb hem. Ik hoef volgens mij serieus niks te doen. Boy, hey, ik heb dat 3. Ik heb hem. Oké. Ik zit nog met die. Hebben we hem al? Is hij dood? Ja. Jongens, dit was een speedrun, toch? Wacht, jongens, dit is hem. Hij komt niet. Ik zie hem dood. Map hem. Hé, Justin. Map hem. Hey, we hebben hem. Ik kom XP. Hey, dan gaat XP vallen. Oh, Justin. Oh, er is hij, er is hij. Daar, daar. Nee! Ja. Nee! Wie heeft hem? Wie heeft hem? Wie pakt het eindje? Nee! Nee! Wie sloeg mij er bijna in? Oké, wacht. Eindje moeten we slim over zijn. Ja, wie slaat nou? Wie slaat? Waarom gaan we zo groot is? Wie slaat hem? Jullie al. Zit... Wie zit hem nou? Dat is echt heel lullig eigenlijk. Ik heb me hier niet voorbereid. Ja! Ik wil hem. Oké, jongens. Ik heb hem geen één keer gedaan. Dit hebben we heel netjes gedaan. We waren een sterk team. We waren totaal niet chaotisch. Hoe lang heeft het geduurd in totaal? Volgens mij 5 minuutjes of zo. Wat gaan we, willen we nu met z'n allen op pad gaan om Chocobox te staan? Of zeg Robin, gewoon, is al weg. Robin is al weg. Robin, jij bent al weg. Robin gaat ervoor. Ik heb geen enderpearl. Heeft iemand een enderpearl voor mij? Ik maak voor iedereen het trap. Weet je hoe aardig ik ben? Heb jij een enderpearl voor mij? Doei, ik ben weg. Hier, enderpearl. Ik heb geen enderpearl. Oh, thanks. Is het fijn, ik heb geen enderpearl. Dankjewel ook even voor de enderpearl. Goed, jongens. Ik ben een tijdje aan het rondlopen met René hier. En als het goed is, hebben we een klein ding gevonden. Maar aan het steen te zien, daar is hij al geloot. Dus ik denk dat we die beter kunnen laten liggen. En de andere kant op kunnen. Want volgens mij is die al geloot. René, wat doe je? René, wat doe je? Nee. Waarom deed je dat? René, dat is stom. Je loopt er gewoon af. Oh mijn god. Jongens, jullie zagen het. Jullie zagen het gebeuren. Oh mijn god. Ze denkt gewoon, ik stop gewoon met shiften en ik loop eraf. Oh, wat was dat sneu. Goed jongens, ik sta uiteindelijk toch bij deze toren hier om even te kijken. En er liggen hier, komt ie, 2 shocks op de grond. Hartstikke leuk. En wat XP. Alsof iemand hier dood is gegaan. Maar het zoeken duurt me te lang. Ik heb hier helemaal geen tijd voor. Dus ik wacht wel gewoon tot er een chocoboxwinkel wordt gemaakt. Ik ga lekker naar huis. Goed jongens, we zijn weer helemaal terug bij de portal. Laten we erin springen. En als het goed is, krijgen we dan natuurlijk... Wauw, de Minecraft end credits. Wat prachtig dit. Wacht jongens, alleen de muziek mist nog. Wat is het fijn om gewoon weer heerlijk thuis te zijn. Beter dan in de end, jongens. Ik heb echt een hekel aan om lang in de end te zijn. Maar we hebben wel de Dragon Egg. Ik heb echt bijna niet de pijlen gebruikt. En wat mij leuk lijkt is om deze even tijdelijk te bewaren. Bewaren. Want in de volgende aflevering wil ik waarschijnlijk met een grote boom verder in de winkelvallei. En dan lijkt het me leuk om de Dragon Egg het hart van het eiland te maken. Dus ik ga hem heel even tijdelijk in mijn boot bewaren. En ik... denk dat ik dat in de kapiteinshut wil doen. Dat we hem gewoon even tijdelijk hiervoor vervangen. Zo, hoppakee. Hebben we tijdelijk even de Ender Egg hier staan. En dan wanneer we met de boom verder gaan in de winkelvallei, wil ik hem daar ergens in het midden plaatsen als hart. Dat hij echt leuk, dat hij niet alleen, hij is niet alleen van mij, hij is maar van heel de Content Veen community. Het hart van het continent van Content Veen. Goed, jongens, dan is het nu tijd om te beginnen met de timelapse van dit gedeelte hier. Ik wil namelijk die pier even af hebben, want nu moet ik dat naar mijn eiland zwemmen. Dat vind ik maar... heel vervelend. Dus laten we even lekker een bouwsessie doen. Lekker wat dingetjes hier en daar bouwen. En dan zien we jullie zo terug als het... Wacht eens even. Ik hoor helemaal geen armor aan te hebben. Boop, 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 boop. En dan zien we jullie zo terug als we het afgebouwd hebben. Thank you.
jongens, daar zijn we weer na een prachtige timelapse. En het resultaat is precies eigenlijk zoals ik had verwacht. We hebben hier het pad doorgemaakt met een klein piertje. We hebben wat bootjes in het water geplaatst. We hebben daar een soort chaotisch stukje landschap gecreëerd. Het was niet heel bijzonder om te maken. Volgens mij zag ik daarnet ook een drowned staan of zwemmen, maar ik weet niet zeker. Maar, heel benoemingswaardig is het niet. Het is gewoon leuk dat we eindelijk nu gewoon normaal zonder te zwemmen naar de boot toe kunnen. Maar ik zie daar een shulkerbox staan. En die is nieuw. Dus laten we even kijken wat daarin zit. En sowieso, ik hoop dat de shulkerbox van mij is. Wat is dit? Geschenk vanuit het wonderwoud. Jongens, we hebben een shulkerbox. Oh, daar ben ik blij mee. Oh, daar ben ik echt heel blij mee. Deze is van mij. De eerste shulkerbox, jongens. Weet je hoe handig het is om shulkerboxes te hebben in Minecraft? En als je je afvraagt, waar zijn die elytras? Die hebben we nog even verboden op de server. Want dat verpest een beetje de lol in sommige aspecten. Dus die elytra komt veel later pas, jongens. Dat is op het moment nog niet toegestaan. Want we hebben paarden, we hebben hier van die paden. En als je een elytra hebt, dan is dat allemaal een beetje nutteloos. En dat vinden we een beetje zonde. Goed, dan is het tijd voor het volgende puntje, jongens. We hebben de winkel aangevuld, als het goed is. We hebben de Ender Dragon verslagen. We hebben dit hier gebouwd. Dan is het nu tijd om Harry een keertje uit zijn kooi te bevrijden. Een plekje hier beneden in de hokken te geven. En hem misschien een nieuw vriendinnetje te geven, want Penelope is weggelopen. Dus laten wij even een boot pakken hier, zo. En dan gaan we even kijken of we bij de dichtstbijzijnde village kunnen plunderen. Ja, plunderen. Oh, kijken of we gewoon een vrouw kunnen ontvoeren. Oh, dat maakt het misschien nog erger. Kijken of we een village kunnen lenen. Goed, daar zijn we dan. Even kijken hoor. Zijn hier villagers die heel graag mee willen? Hallo? Is er iemand? Ik denk het niet, hè. Ik denk dat deze hele village leeg is inmiddels. Misschien daar. Oh, er loopt hier een met een Iron Golem zelfs. Oh, mijn god. Jij gaat mee. Oh mijn god, ik ben de boot vergeten. Blijf hier staan, blijf staan. Pakken we de boot weer. Dan hopen we dat de Iron Golem niet boos wordt op het feit dat ik de laatste villager van dit dorpje meeneem. Hier, stap in. En dan gaan we, jongens, terug naar het water. Hé, hey, de piratentol van meneer KB, die is nog steeds goed, jongens. Die staat er nog steeds goed bij hier. Eigenlijk is dit dan zijn land waar ik gewoon de villagers uit plunder. Ah joh, hij zal ze vast niet missen. Daar gaan we. Aan de masten van mijn boot te zien, jongens, zijn we aangekomen weer bij het piratenlandje hier. En wat ziet het er toch goed uit om hier aan te komen varen. Binnenkort ga ik meer huizen bouwen, jongens. Want ik zag jullie reacties erover dat ik echt meer huizen moest gaan bouwen. Dat komt helemaal goed. Er gaan binnenkort vooral daar meer huizen komen. Hier is niet echt mijn planning om heel veel meer huizen te bouwen. Want ik wil naast die boot wil ik hier eigenlijk niet zoveel doen. Jemig, hoe ga ik... Oh, dan moet ik weer zo'n heel spoor naar boven bouwen. Oké, blijf zitten... Hermeline? Je naam is vanaf nu Hermeline. En we Harry en Hermeline. We wachten alleen nog op Ron. Pakken wij even alles wat we nodig hebben. Zo snel een pad omhoog gemaakt. En dan ga ik hem helemaal door laten lopen tot hier. Zodat kapitein Snavel ze weer op kan vangen. Ik hoop dat dit de laatste keer is dat ik een village naar boven hoef te brengen, jongens. Nou, goed, Hermeline. Erin. In dat ding hier. Kom, kom. Erin. Dit. Nee, niet deze kant op. Gewoon in dat karretje. Zo moeilijk is het niet. Waarom ga je er niet in? Het is zo simpel. Wat ga je doen? Ik heb zo'n hekel aan villagers, jongens. Echt waar. Zodra jullie een hok hebben, gaan jullie breeden. En is... Oh, kom maar. Nee, ik zeg niks. Kom maar. Ik was vriendelijk. Ik was heel vriendelijk tegen je. Ja, daar gaat ze. Daar gaat ze. Kom op. Kom maar. Kom maar. Hoppakee. Goed zo, kapitein Snavel. Je hebt je werk weer goed gedaan. Oké, jongens. Ik heb hier het luik voor ze opengezet. Dan gaan we eerst Hermeline erin duwen. Volgens mij krijg je geen fall damage in zo'n minecart. 1, 2. Hoppakee. Oh, je krijgt wel fall damage. Nou. Welkom in... Oh, ik sloeg je. Oh god, dat gaat ze altijd onthouden. Nou, welkom in je nieuwe hok. Je kan geen kant op. Je zit hier letterlijk opgesloten. Hier heb ik trapdoors geplaatst, zodat ze niet naar mijn chestroom toe kunnen. Want villagers zijn net te lang om hieronder door te lopen. Dan heb ik aan de andere kant waar de ladders zijn, heb ik de onderste ladder weggehaald, zodat ze hier niet omhoog kunnen... Wat is nog een bijtje daar? Zodat ze hier niet omhoog kunnen klimmen. En als het goed is, kunnen ze niet op dit soort ladders klimmen. Althans, dat denk ik. Maar ik zou deze ook altijd nog dicht kunnen doen. Ik denk dat ik dat gewoon voortaan doe. Dan kunnen ze er al helemaal niet doorheen. Nou, Hermeline, ik ga je gelijk even een naam geven. Oh, ik heb geen XP. Laat maar. Ik ga eerst Harry halen. Harry, ik zet een bootje precies hieronder neer. Hier, kijk. Dus als je er doorheen valt... Hallo? Hoppakee! En je valt niet in het bootje, dat meen je. Je had ja, goed zo. 1, 2, Harry. Komt ie, hè? Hoppakee! Nou, Harry is ook in het hokje hier. Welkom in je nieuwe huis. Hier kunnen geen kant kunnen jullie op. Gooi de luiken weer dicht. Kijk nou hoe gezellig ze samen in de nieuwe hokken zitten, jongens. Het is tijd om te hatsen, batsen. Daarvoor hebben we even wat brood nodig, natuurlijk. Zo, dit zal wel genoeg zijn. Nou, tortelduifjes, waar zijn jullie? Ik heb hier voor jullie
Kijk, ze zijn al helemaal bevriend met elkaar. Kijk nou. Hier, ik heb brood. Wie pakt het op? Wie pakt het op? Dat pakt de Harry op. Dan is dit voor jou, Hermeline. Hier, neem het brood. Doe. Oh, hartjes. Ik ga weg. Ik ga weg. Ik geef ze de tijd. Ik gun ze de tijd. Weg hier. Weg hier. En dan noemen we het kind, noemen we Ron. Ja, dat is een goeie. Het is wel heel raar, maar ik vind het wel leuke namen. Oh, volgens mij is hij al geboren. Er is volgens mij al een klein... Dat is echt insane snel. Oh, dat is een leuk. Is het kind er al? Het kind is er al! Jongens, we hebben een kind! Rom! Hey. Jongens, jullie waren echt heel snel. Jullie waren echt belachelijk snel. Ik ga het brood ga ik hier in de kist doen. Ik moet jullie wel allemaal even ooglapjes geven. Dat is het ding. Want dan zijn ze allemaal piraten natuurlijk. Ik ben wel echt trots op jullie dat jullie nu al een kind... Harry, je hebt gewoon eindelijk een kind. Zal ik hem opsluiten anders? Nou, nu moeten we natuurlijk wachten tot hij is opgegroeid. En dat kan wel even duren. Dus wat ik wil doen is een beetje XP krijgen. Zodat ik jullie een nametag kan geven. En even kijken of ik überhaupt wel nametags heb. Volgens mij wel. Volgens mij heb ik hier eentje liggen. Ja, voor Hermeline. Alleen heb ik al iets meer XP nodig. Oh, een trident. Oh god, oh god. Oh, die dingen zijn gevaarlijk. Oh. Oeh, 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 oeh. Help. Oh, oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Die dingen, jongens. We gaan snel mijn armor aandoen. In de hoop dat ik niet doodga. Kom dan, met je trident. Je bent zwak. Heeft hij hem gedropt? Hij heeft hem niet gedropt. Maar hier krijgen we wel XP van. Ja, één level. Dat is precies genoeg. Oké. Okay. Hermeline. Zo, schrijf je zo Hermeline? Hermeline. Weet je, ik vind dat je zo Hermeline schrijft. Waar ben je, Hermeline? 1, 2, hoppakee. Hermeline. Harry de Piraat. En dan is dit ronde, ronde ton. Rondeton noemen we hem. Of rompeton, dat kan ook nog eens. Rompeton. Ik weet het niet. Ik stop het kind wel heel even tijdelijk in een boot, jongens. Want ik besef nu dat het kind hier gewoon naar buiten kan lopen. In het water kan springen. Hier eruit kan gaan. En weet ik wat allemaal. Dus tot je bent opgegroeid, blijf je in een boot. Goed, jongens. In de volgende aflevering wil ik waarschijnlijk een stal gaan bouwen voor Buddy of Benny. Waarom zeg ik Buddy? Voor Benny natuurlijk. Benny de beruchte Benny de... Wat was het nou? Benny de beruchte... Piratenbaas. Daar wil ik een stal waarschijnlijk voor bouwen. Ik wil misschien toch nog een extra nieuw huis gaan bouwen. En ik wil kijken of ik daar of hier aan de slag kan gaan eindelijk een keertje. Want daar is het al tijd voor. En ik denk dat het ook maar eens een keer tijd is, jongens, om deze schatkaart te gaan vinden. Want ik hoorde dat meneer KB en ik dan een soort prachtige schat met z'n tweeën zouden vinden. Die speciaal voor ons is. In ieder geval, voor nu ben ik helemaal naar het kraaiennest toe geklommen, jongens. Zodat we hier rustig de video konden afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker ook even niet te abonneren. Ben je op dit punt in de video gekomen en je bent nog niet geabonneerd? Het is helemaal gratis. Wat ben je nou aan het doen? Kom op, even abonneren. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content van 1.0. Heb je dit nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date. En nu spreek je later glaasje water, telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer.